Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door XL Lies en Koffie van Fred. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ter Tafel. Vandaag onder andere te gast DJ Roel Salemink. We gaan alles horen over een van de grootste tentoonstellingen op postzegelgebied. En het Zevenaar Trend Event komt aan bod. Kom, we gaan ter tafel. Vandaag drie gasten. Te beginnen bij jou, Roel. Goedenavond. Hi. Wat voor muziek draai jij nou? Techno en tech house. En wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Want je hebt zoveel van die termen daarin. Dat is eigenlijk de meer underground stijl qua dancemuziek. Dus wat meer voor de clubs en de festivals. Dus niet de commerciële sound van de radio, maar echt de wat diepere sound. Is dat een beetje wat de mensen dan een beetje hardcore noemen? Nee, dat niet. Nee, hardcore is echt de oude gabber, zoals we dat kennen. Ja. Dit ligt qua tempo een stuk lager, veel melodieuzer, veel meer ritme. Ja. Wat voor publiek bereik je met deze muziek? Ja, toch wel jong en oud. Ik denk het gemiddelde technopubliek in Nederland, als je kijkt naar de grote feesten, Awakenings en zo, daar gaat nu ook wel jeugd heen die het heeft leren kennen. Maar ik denk dat leeftijdsgebied 32 tot 40 wel de overhand heeft daar. Dus toch wel wat oudere publiek, ja. Hoe ben je daar nou zo mee begonnen? Hoe kom je nou aan om DJ te worden? Nou, jaren geleden natuurlijk zelf de eerste housefeestjes meegemaakt in Nederland op technogebied. Nou, wat platen gekocht om de muziek ook thuis te kunnen horen. Mixetje erbij, dat je wat aan draaien komt. En zo is eigenlijk begonnen op de slaapkamer wat feestjes. En ik denk een jaar of vijf geleden heb ik het echt serieus aangepakt, ja. En nu? Waar sta je nu? Waar sta ik nu? Ben je een Armin van Buren of ben je David Guetta? Nee, dat niet. Sowieso qua muziek zo niet. Maar ook op die ladder een stukje lager natuurlijk. Ja. Maar ik moet zeggen, als ik vijf jaar geleden had gezegd dat ik sta waar ik nu sta, dan had ik dat waarschijnlijk zelf niet geloofd. Dus het gaat wel buiten gewoon goed. Het gaat de goede kant op. Nou, ik wil er straks van alles nog even aan wennen. Van weten. Aan tafel ook Henk Overgoor. Van de postzegelverzamelbeurs, zeg ik het zo een beetje goed? Nou, postzegelvereniging de Achterhoek. Postzegelvereniging de Achterhoek. Ja. En jullie hebben een grote beurs binnenkort? We hebben een hele grote tentoonstelling. Oké. Ja, ik dacht dat het meer ook een beurs was met het postzegels kopen. Maar een tentoonstelling, is het alleen maar kijken. Nee, het is een postzegel tentoonstelling met beurs en jeugdgedeelte. En dat jeugd, dat is dan echt helemaal apart? Of loopt nee, dat ook zit nog wel in dezelfde hal. Maar jeugd betaalt helemaal niks bij ons. Die moeten de punten verdienen met de spellen. En met die punten die ze verdienen, kunnen ze postzegels kopen. Okay. Zodat we geen onderscheid hebben tussen kinderen en kinderen. Nee, dat je gewoon allemaal gelijk bent. Ja, wat kunnen we allemaal gaan zien op de beurs? Ja, dat kunt u allemaal zien. In de tentoonstelling, sorry. Ja, maakt niet uit. Ik pak gewoon alle twee samen. We gaan vanavond om 7 uur open. Ja. Vanmorgen om 7 uur zijn we beginnen te bouwen. Ja. En 7 uur gaat hij open voor het publiek tot 10 uur. En dan morgen vroeg om 10 uur tot 5 uur. En dan zondag van 10 tot 4. Oké. Nou, je houdt ons mooi in spanning met wat er allemaal te zien is. Maar daar kom ik dan zo nog even bij terug. Want we hebben nog een derde gast, Sander van Dijk. Welkom. Het Zevenaar Trend Event. Ja. Wat is dat? Nou, Zevenaar Trend Event is van de oorsprong eigenlijk begonnen als een modeshow. Waarbij gedacht is van ja, maar alleen een modeshow, dat is het niet. Dan ga je geen publiek meer trekken. En het is inmiddels een evenement dat uitgegroeid is tot een voor Zevenaars begrippen redelijk niveau. 22 deelnemers, 22 bedrijven, winkeliers, die samen eigenlijk de trends voor het seizoen presenteren. Ja. En waarbij het avond van het entertainment ook gewoon een belangrijke rol is om mensen de avond lang een plezier te geven en te houden. Nou is mijn ervaring altijd dat de winkeltrend zeg maar voorloopt op wat het weer is. Ja. Is dat hier ook zo? Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Dus we gaan eigenlijk de wintercollectie al zien, terwijl we al hunkeren naar de zomer. Nee, zover is het niet, want 19 maart aanstaande is het volgende evenement. En we tonen dan de zomercollectie, voorjaar zomercollectie. Dus het is eigenlijk de collectie die op dat moment ook net in de winkel ligt. Ik ben straks heel erg benieuwd wat voor soort collecties en trends we gaan volgen. We gaan eerst nog even terug naar jou, Roel. Je hebt binnenkort een heel groot optreden.
Klopt. Nou ja, eigenlijk niet, want iedereen zit op afstand. Ja, toevallig heb ik begrepen. Vanavond. Vanavond wordt het uitgezonden. Ja. Wat heb je gedaan? Nou, het zou eigenlijk de bedoeling zijn dat het vorige week werd uitgezonden, maar door een fout in de planning bij het radiostation daar is het verzet naar deze week. Het is een radioshow van Carl Cox, een van de grootste techno- en house-dj's wereldwijd, denk ik. Ja, hij is wel een van de, echt van de oude garde. En die heeft elke week zijn eigen radioshow, Carl Cox Global Radio. Ja. 2 uur lang. En elke week heeft hij een half uur besteedt hij aandacht aan een gast artiest of een gast platenlabel die dan hun tracks tegenwoordig kunnen brengen. En dat wordt via internet uitgezonden? Ja, het is internet, via internet wordt het uitgezonden, di.fm. Vanavond van 8 tot 10 onze tijd. Okay. En daarna op diverse andere radiostations online en morgen bijvoorbeeld ook op Radio 538 in Nederland. En jij was een gast-dj? Ik ben dit keer de gast-dj. Nou, ja. Ik begreep dat er 6 miljoen luisteraars zijn. Is mij verteld. Of het er 6 miljoen zijn, ik nou, ga ja, ze goed, niet tellen. 5,5 maar, mag ook, maar... Iets in die trant, ja, wereldwijd, ja. 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 Wat doet dat met je, dat je daarvoor je muziek hebt gemaakt? Ja, wel heel leuk. Het is goede promotie natuurlijk, zo voor bereik. Ik moet zeggen, het feit dat je bij Carl Cox de gast bent op zich doet mij meer nog als het aantal luisteraars. Want Carl Cox is voor mij wel echt een, wat dat betreft, een muzikale held. Dus dat doet mij meer. Maar het aantal luisteraars is natuurlijk ook wel goed qua promotie van je eigen muziek. Nou, oh. zit ik niet zo in die scene, zeg maar. Hè? Dus de naam Carl Cox zegt mij helemaal niks. Hoe komt het dat we... hij is eigenlijk best wel groot, begrijp ik van je. Waarom horen we dan als buitenstaander zo weinig daarvan? Nou, of Carl hoor Cox... ik meer dan ik denk? Ja, nou, nee, dat niet. Carl Cox is echt nog iemand die is vanuit de allereerste house scene gekomen. Dus er zijn er meer artiesten, Dave Clark, ja, die is ook wat minder bekend, John Dickweed. Die hebben eigenlijk de house vroeger ontdekt en gemaakt. En nu komt er een hele nieuwe generatie, de Chestos, Afrojacks. Die maken eigenlijk hele commerciële muziek voor de radio, ja. Ook wel voor de clubs. Dus die kent iedereen van de radio. En dit zijn nog echt artiesten die echt op de festival staan, de clubs bezoeken. En, het is wat meer een underground. Moet je dan toch wat meer eigenlijk die commerciële kant op? Dat wordt mij vaak gezegd, maar nee, daar heb ik geen goed gevoel bij. Nee. En waarom niet? Nou, als ik muziek maak, wil ik doen wat ik mooi vind, wat ik leuk vind. En in al die jaren hebben genoeg mensen gezegd, ga commercieel draaien, heb je meer optredens, meer geld uit je producties. Maar ja, ik hou vol aan wat ik mooi vind en uiteindelijk boek ik daar ook een resultaat mee. Dus, ja. Waar komt die passie vandaan van jou? Nou, ik denk... Want dan heb je toch een bepaalde passie. Ja, nee, ik ga echt... niet die kant op, ik wil echt per se die kant op. Ja, is moeilijk te zeggen. Het zit echt in die muziek, een bepaalde drive. Het gaat helemaal niet snel, het gaat niet hard, maar er zit een bepaalde drive, een groove in die gewoon blijft gaan. Dat, ja. Hoe kom je nou tot zo'n nummer voor jezelf? Want is het nou een mix van bestaande liederen die jij dan weer aanvult met iets? Of nee, moet ik me dat nee, nou voorstellen? Ja, wel een optreden. Dat draai ik natuurlijk platen van mezelf en van anderen. In de studio begin ik gewoon echt aan eigen tracks. Dus ik heb een drumcomputer waarbij ik kicks en percussie maak, synthesizers. En ik maak ook remixes voor andere artiesten. Onlangs voor Mauro Picotto nog gedaan, die is wel redelijk bekend. Ja. En dan ga ik aan de slag met een plaat van die artiest bij een remix. Ja. En dat ga je dan... Bewerken tot een eigen arrangementje. Ja. Ik vind het heel bijzonder. Luisteren jullie naar deze muziek? Is het een beetje jouw smaak muziek ook? Ja, ik heb een wel bredere smaak dan dat, maar ik luister ook wel naar en dan ook met name het wat minder commerciële deel. Ja. Ja, dus ik sluit me qua keuze wel bij aan. Ik vind het vooral gewoon heel knap. Ken je Roel al? Nee, ik ken de Roel nog niet. Dus hij hangt nog niet in je platenkast, zeg maar. Nee. Want tegenwoordig gaat het allemaal digitaal, maar... Precies, hij staat nog niet op mijn iPod. Nee. Ja. En nu luistert u naar dit soort muziek? Nee. Nee? Wat is uw smaak muziek? Meer naar de Duitse kant. De Duitse kant, een beetje de slagerkant achter. Ja, dat is de leeftijd. Verwerk je dat ook, slagers, in je eigen muziek? Geen slagers, nee. Maar zou dat kunnen? Zou je die beat mee kunnen nemen in je remix? Alles kan, maar ik weet niet of het dan het eindresultaat is wat we wensen. Nee. Ja. Ik gebruik wel veel andere invloeden, live instrumenten, Latin, salsa dingen en zo. Dat past wel qua ritmes, maar Duitse slager, dat wordt niet naar je bent nu toch erg aan het groeien. Hè? Je had het net over, ja goed, als ik vroeger had geweten dat ik hier zou staan, dat was toch eigenlijk onmogelijk geweest. Kun je je eerste optreden nog herinneren dan? Dat je voor het eerst ging draaien, was dat op een verjaardag of was dat... Is dat dan toch ik meteen al wat groter? Ik denk dat een examenfeestje van een vriend van mij was. Ja, of 16, 17, ja. En hoe ging dat? Wat deed je toen? Klonk helemaal nergens naar. Vind je dat nu of vond je dat toen nee, ook? Nee, vond ik toen al, maar je moet ergens beginnen. Hè, Want is het iets wat je echt kan leren of is het iets wat je gewoon moet doen? Is het een talent wat je moet hebben? Ik denk dat je het wel kunt leren. Kijk, je moet wel wat gevoel hebben voor muziek en voor ritme. Ja. En als je dat hebt, dan is het wel te leren, ja.
Vanavond kunnen we met z'n allen aan de radio gekluisterd zitten, of aan het internet. Want internet, dan komt jouw. En morgen aan de radio. Ja. Hoe laat was het ook weer? Je had het al gezegd. Van 8 tot 10 is de show. Van 8 tot 10 is de show. Nou, heel veel succes met alles wat je nog gaat maken. Dankjewel. We gaan naar een reportage. Deze week vierde woningcorporatie Laris het 5-jarig bestaan van woonzorgcomplex Meulenvelde. Woensdag was er een leuke middag georganiseerd voor bewoners. Wij namen een kijkje. Bijzondere dag vandaag, een jubileum, 5 jaar Meulenvelde. Was u er ook vanaf het begin al bij? Ja, ik was er vanaf het begin hier ook. Ja, vanaf in december zijn we hierheen gegaan. Ja. En hoe is dat allemaal begonnen destijds? Is er wat veranderd met nu? Ja, er is zeker veranderd. Want vroeger hadden wij een grote zaal waar we dan met elkaar kwamen, zal ik maar zeggen. Koffie drinken, spelletjes doen. Dat is nu allemaal gewoon huiskamers en andere locaties waar we nu zitten. Ja. Wat gebeurt er deze middag allemaal? Allemaal spelletjes of niet? Ja, vindt u dat leuk? Ja. De mensen gehaald en spelletjes klaargezet en Oud-Hollandse Spelen nu en dan vanavond een buffet. Vanmiddag was het wel aardig hoor, met de spelletjes. En we hebben in 3 ploegen hebben we gegeten hier in het restaurant. Dat hadden ze gezegd, eenvoudig. Het was helemaal niet eenvoudig, het was uit 3 gangen. Nou ja, dat vind ik wel goed hoor. Met soep en een toetje, alles erbij. Wat gaan jullie zo meteen doen? Dansen, balletdansen. Oké, hoe heet jullie als groep? Marianne Dans Groep. I can laugh about it. Or I can cry about it. I should ignore the words you say. Pizza, pizza, en voor wat? Tuurlijk. Maak wat bij van me vrij. Iedere van de dag, nu denk ik steeds aan je lach. Alleen jij maakt me blij. Vandaag begint de postzegel tentoonstelling. Ik zal het nu een keer goed doen hoor, sorry Henk. De postzegel tentoonstelling van de postzegelvereniging De Globe. Van de Achterhoek. Vanuit de Achterhoek. Ook dacht dat het De Globe was. Ja, dat is De Globe, de Achterhoek. Oh, okay. Afdeling De Achterhoek. Oké, want De Globe, dat is de totale postzegelverzameling. De Globe is een Gelderse vereniging met een uitloop naar Utrecht. Ja. En daar zijn 23 plaatselijke afdelingen lid van. En jullie zijn vanuit de Achterhoek. Ja. Vanavond begint de tentoonstelling. Wat kunnen we verwachten op de tentoonstelling? Heel veel. Is dat dit? Zo'n beetje zoals we dit zien? Er staan 500 van die ramen. 500 van die ramen? 5 van die ramen, zoals je het nu op beeld ziet. En hoeveel postzegels zitten daar ongeveer in? Ja, dat is heel verschillend. Daar mogen briefkaarten in zitten, mogen postzegels in zitten. En het gaat erom dat je een verschil maakt tussen landenverzamelingen en thematische verzamelingen. En wat is een themaverzameling? Alles op rood en alles op blauw? Of is dat nee, een thematische verzameling is een onderwerp uitdiepen. Als ik zeg, ik wil het hebben over spoorwegen, welke richting ga je dan op? Ga je de stoomtrein nog pakken of ga je de elektrisch pakken? Maar dan moet je ook alle attributen die die treinen hebben en nodig hebben, moet je gebruiken. Dus als je elektrisch gebruikt, moet je ook de kolen. Energie moet je inverwerken. Ja, ja. Je maakt een verzameling, meestal 6 tot 7 bladen, kaders. Sorry. Ja. En je maakt een plan in 1 blad en daar staat jouw plan in. En dat plan moet helemaal terugkomen in die verzameling. Okay. Met je wat letter. Als ik dan erin heb staan, ik wil de totale verzameling laten zien van Nederland, dan moet ik alle postzegels van Nederland erin hebben. Nou, dat is een kapitaal, dat kan gewoon niet. Dat kan niet. Ja, er zijn wel mensen die dat hebben, maar
Wie is nou de postzegelverzamelaar? Dat is een beetje, ik kan me misschien een beetje bevooroordelend, ik begrijp het, maar dat allemaal een beetje suffige oude mannetjes op een zolderkamertje met een tafeltje en een pincetje en ja. We gaan postzegels verzamelen. Maar dat is het niet, heb ik begrepen. Nee, want wij hebben zelf jeugdafdelingen. In Gelderland hebben wij 8 jeugdafdelingen. Ook de Achterhoek heeft een eigen jeugdafdeling. En daar leren we de jeugd omgaan met de postzegels. Hoe je die moet verwerken. Waar hoe je moet je daarmee omgaan dan? Ik koop ze bij het postkantoor, ik scheur ze af. En ja. Jij plakt ze? Hoef je niet eens mee te scheuren. Nee. U plakt ze en wij gebruiken ze in de verzameling. Ja, ja. En dan gaat het erom of ze mooi gestempeld zijn, waar ze gestempeld zijn. En tegenwoordig bij Post Nederland gebeurt dat niet meer zo geweldig. Maar vroeger hadden we die postboeren met het hamertje tikje. En dan had je van elke plaats. Sta je dan ook helemaal met je trappelend bij de briefbus van er komt weer post en kijken of er een mooie postzegel tussen zit? Ja. Maar ik weet wel. Waar komt die kick dan vandaan voor zo'n postzegel? Ja, dat weet ik niet. Ik had altijd een landenverzameling, al jaren. En dat werd met de gortig. TNT brengt spullen, PDT Post brengt spullen, Post Nederland, hoe het allemaal mag heren, brengt spullen op de markt. Met eigen postzegels van mensen die een afbeelding hadden. En dat is niet meer te verzamelen, dat is heel moeilijk. Dus we schakelen over naar thematische verzamelingen. Want hoe gaat jullie toekomst eruit zien? Postzegels hebben tegenwoordig een 1 en een 2 en daar houdt het mee op. Alleen van Nederland? Ja. Ja. Ik hoop niet dat er bij andere landen dat gaan doen, want dan hebben we een probleem. Ja. Maar kijk, de verandering van commercie naar postzegels, ja, dat kunnen wij niet veranderen. Maar het heeft ook te maken met postzegels, briefkaarten, worden steeds minder verstuurd. Ja. E-mail allemaal, is dan ook een concurrent voor e-mail natuurlijk. Is een grote concurrent voor ons. Ja. Want iedereen noemt dat moderne communicatie. Ja. Nou, moderne communicatie is beter zo pratend als op een mail. Wanneer is nou een postzegel een goed item voor een verzamelaar? Wat moet hij aan doen? Wat aan voldoen? Dat ligt eraan welk item je op wilt zetten. Ik heb bijvoorbeeld in mijn boek wat dingen zitten, omdat ik zei, ik heb altijd een landenverzameling gehad, maar nu verzamel ik die bijzonderheden. Ik heb een postzegel. Kun je bijzondere laten zien? Ja, dat kan ik laten zien. Dat is wel spannend voor de camera, mensen gaan even zo goed zoeken welke camera we daarvoor... In dit boek zitten bijna allemaal aparte dingen. Kijk, ik heb hier een compleet vel. Ja, ik doe het even met de vingers, eigenlijk mag dat niet. Ik wou zeggen, volgens mij doe ik iets. Nee, maar ik heb inzet even. Ja? Mag ik hem geborduurd... even laten zien? Ik zal mijn hand eronder houden, ik zal hem verder niet aanraken. Een geborduurd vel van Zwitserland en dat zijn postzegels. Want die is er ook in een enkele uitzending. Deze worden gewoon gebruikt om te versturen? Dat is de bedoeling wel van de post. Want die heb je in een enkel. Ja, maar omdat deze dan helemaal geborduurd zijn en normaal zijn het natuurlijk allemaal geplakt. Dus maar daarom wordt het dus verzamelwaardig. Oké, dat bepaalt de waarde. Ja. Hoe bijzonderder, Ik heb zelfs een houten postzegel. En die wil ik niet met de vingers aanpakken, maar... Pincetje erbij. Kijk, dit is een houten postzegel. Mag ik hem met pincetten allemaal? Dan kunnen de kijkers het thuis... Zo erop drukken? Nee, ik hou hem zo aan de zijkant vast. Dit is een houten postzegel. Ik zal even mijn hand erachter doen, want dan valt hij misschien iets meer op. Maar dat zijn geen Nederlandse postzegels? Nee, dat is een Zwitserse. Dat is een Zwitserse, oké. Nou, ik vind het heel bijzonder. Het is een beetje lastig met zo'n uitzending dat we maar even korte tijd hebben. We doen straks nog even een laatste rondje. Kom ik nog even bij je erop terug. Ik vind het wel heel bijzonder. Houten postzegel wel eens gezien? Houten postzegel? Ja, nog nooit. Nee, we kennen alleen maar van die gekartelde, zeg maar. Ja, de Nederlandse postzegel. Ja, de Nederlandse postzegel. Nederland heeft een tijdje gehad de zegels met de zaadjes erin. Ja. En dan kon je een brief naar het buitenland versturen en die werd daar geweigerd. Omdat er wat in zat. Ja. Als je een brief naar Amerika stuurt en er zit zaad in, dat mag niet. Kom je land niet binnen. Dus die kwamen allemaal weer terug. En nu is de... Hebben jullie de uitnodigingen voor het 7-naar Trend-event allemaal met de post gestuurd? Nee, in dat opzicht zijn wij dan die akelige concurrent die alles per mail en internet. Ja. Voor wie is het evenement wat jullie gaan organiseren? De doelgroep is wel breed, omdat we de avond qua entertainmentwaarde ook wel breed opzetten. En zoals wat is straks entertainment? Al zei, wat komt er voor entertainment? Nou, voor deze keer houden we dat toch echt wel eventjes als een klein stukje verrassing. Ik kan je wel vertellen wat het thema is. Ja? Disco Night Fever. Nou, dat verraadt natuurlijk al wel een stukje van de invloeden van de avond. Jij komt?
Nee. Ja, het was even... ja, dat had ja, ik probeer toch een beetje inderdaad. Te vissen, het blijft precies, op televisie. maar zo hebben we ieder evenement hebben we een ander thema en dat bepaalt het genre muziek. Het bepaalt het thema van de aankleding, eigenlijk de hele decorvorming. Soms is het ook wel te relateren aan het type kleding wat gebruikt wordt. Ja. Dus Disco Night Fever is dus nu het item. Dit is niet de eerste keer dat jullie het organiseren. Jullie hebben het vaker georganiseerd. We hebben volgens mij wat beelden van vorig jaar. Ja. Daar gaan we heel even naar kijken. Prima. Wat we de komende jaren ook kunnen gaan zien? Dit is een goed beeld van het stuk modeshow wat er echt in terugkomt. En natuurlijk is dat ook gewoon de basis van het hele idee geweest. En we hebben natuurlijk helemaal geen tijd om veel meer indrukken van zo'n avond te geven. Maar het gaat erom dat er, wat ik net al zei met entertainmentwaarde, we zorgen ook voor artiesten. En die zijn van hele verschillende aard. Er zitten wat is er anders dan bij. Vorig jaar bijvoorbeeld? Natuurlijk, de mode verandert, hè. Die verandert keer op keer. En mode moet je dus niet alleen maar zien in kleding, maar dat gaat veel breder. Hè. Dat gaat naar haarmode, gaat naar brilmode, dat gaat schoenen, kleuren in het algemeen, woninginrichting. Eigenlijk alles wat maar met trends te maken is. En dat komt ook gewoon terug in die avond op verschillende manieren. Ja. Is jouw muziek ook zo'n trend die daarin zou kunnen passen? Kun je daar iets mee? Aan wie vraag je dat? Ja, aan jullie beiden eigenlijk. Je zit een beetje de muziek die... Kijk, als je nu naar het thema van deze keer luistert, de Disco Night Fever, daar kun je wat bij voorstellen. Dan gaan we een stukje terug de '80s in met de echte discomuziek. Zou je daar een mix op kunnen maken? Een mooie mix op de disco '80s? Disco is altijd wel te doen, Moet het dan die beat hebben? Gewoon die, dat, wat zo... Heeft bij mij wel, maar ja, ik bedoel, je moet niet te veel in hokjes denken. Je moet altijd een beetje spelen overal mee, vind ik. Ja. Dus dat had nog gekund. Ja, maar zeker. Maar die thema's, waarom is dat zo belangrijk om zo'n thema dan op zo'n avond aan te hangen? Is de mode dan ook een beetje ethisch? Gaan we daar dan weer een beetje naar terug? Nee, alhoewel je natuurlijk wel ziet, kijk, hier zie je ook voorbeelden van dat kleurgebruik natuurlijk wel steeds verder terugkomt in mode en zo. En ethisch, daar zit ook heel veel kleurgebruik in. Je ziet ook wel in kleding heel vaak gewoon retro terugkomen. Hè? We hebben van allerlei soorten jaartallen en decennia hebben we natuurlijk ook kleding en kleuren terug zien komen. Dus vaak zie je ook wel dus mode en kleuren en muziek, dat dat wel in elkaar opgaat. Wat zijn de andere trends die we kunnen verwachten? Nou, ik zal je heel eerlijk vertellen dat ik niet degene ben die je echt gewoon haarfijn kan informeren over mode of kledingtrends. Daar ben ik niet van. Nee, maar ik bedoel, zijn er nog andere, komen er ook meubeltrends voorbij in het evenement? Ja. En wat je maar kan voorstellen. Alles, ja, eigenlijk nogmaals, precies. Alles wat in feite te maken heeft met trends en modegevoelig is en wat seizoensgebonden kan zijn, komt eigenlijk allemaal al terug in 7 Trend Event. En daarbij is het dus allemaal gebundeld met ondernemers die in een hele kleine straal met elkaar hun business doen. Ja. Kortom, we gaan naar 7 als we de laatste trends willen weten. Absoluut. Ja. Hartstikke goed. En dan kan ik misschien daar nog aan toevoegen dat we ook graag 2 mensen willen verblijden met een arrangement voor de avond. Want wij hebben ook een echt mooi arrangementenpakket. En op onze Facebookpagina zie je heel veel informatie erover. Kun je onze Facebookpagina liken. En dan kun je winnen. Dan ga je winnen. Dan kun je winnen. Ja. Oké, nou die informatie zetten we straks op onze website. Dat komt helemaal goed. We gaan eerst naar een reportage. Want woensdag bezochten wij een expositie van Misset in Doetinchem. Oud-werknemers van uitgeverij en drukkerij Misset kwamen bij elkaar om verhalen en herinneringen op te halen. Organisator Herman Vermeer vertelt hoe de expositie tot stand is gekomen. Wat hier gebeurd is, ik heb... Een tentoonstelling is hier geopend vandaag in de Breeuwijk. En dat ging over het Misset gebeuren aan de IJsselkade in Doetinchem. En daar had ik dus een grote galerie van ingericht.
met duizenden foto's van mensen die toen in die tijd allemaal bij Michet werkten. Nou, ik heb er 42 jaar gewerkt en ik heb daarnaast heel veel betekend voor de sportieve tijd die er in het bedrijf gedaan werd. Hier is te zien, wat ik al zeg, fotocollages heb ik gemaakt waar duizenden foto's op staan waar mensen elkaar weer terug kunnen vinden vanuit de tijd dat ze daar toen gewerkt hebben. Daarnaast zijn er van allerlei materialen waar ze mee gewerkt hebben en bijvoorbeeld heeft boven Michet vroeger een bel gehangen. En die werd geluid 's morgens om 8 uur en 's avonds om 5 uur. En dan kon heel Doetinchem horen wanneer Michet begon en wanneer Michet weer naar huis toe ging. Laten we eerst eens teruggaan in het verleden van Michet. Zelf ben ik als een leerling, net zoals Herman, begonnen bij het bedrijf. Dus ik heb stage gelopen als klein jochie. En ben later op diverse afdelingen terechtgekomen, dus heb heel veel van het bedrijf gezien. En het bedrijf is ontzettend veranderd de afgelopen jaren, maar er zijn een aantal aspecten die zijn hetzelfde gebleven. Michet is nog steeds een mooi bedrijf, alleen Michet is een heel ander bedrijf geworden. Ja, toen het digitale tijdperk intrad, toen is het helemaal veranderd in dat bedrijf. Tot hoe lang ben je hier gewerkt? Ik heb vanaf 46 tot 90. 1946 tot 1990, dat is een aardig eentje. Ja. Alles wat er over Michet gezegd is vanmiddag, hè? Ja. Over de sociale voorzieningen en dergelijke, en woningen en andere tegemoetkomingen. Heb je er zelf ook wel, heb je er ook antwoorden van gehad zelf? Ik woon nog in een woning waar toen de tijd van het pensioenfonds Michet was. Ik kom toch weer mensen tegen die ik zeker 30, 40 jaar niet gezien heb. En dat is andersom natuurlijk net zo. En dan komen natuurlijk allerlei verhalen komen dan naar boven toe. Hè? En dat is natuurlijk het mooie daarvan. Ik ben zeer tevreden. Ik heb straks gehoord over de koffie die geschonken is. Er zijn meer dan 100 mensen geweest. Dus dat is heel mooi. En ik mag rustig zeggen, Michet is voor mij een prachtig bedrijf geweest. Roel, volgende week de 16 maart zit je in de Dru in Ulft. Thuiswedstrijd voor je. Inderdaad, eigen avond. En wat is het voor avond? Magnifiek, eigen feest van mij. Dat doe ik sinds, ik denk 2006 zo'n beetje, ben ik daarmee gestart. Even 2 jaar stilgelegen en nu weer opgepakt in de Dru. Super locatie ervoor. Hoeveel mensen gaan er komen, denk je? Ik hoop op een uitverkocht huis. Dat zijn een goede 600 man publiek. Het is altijd even afwachten. Ik heb geen flauw idee hoe de kaartverkoop gaat nog, maar over het algemeen is het een leuk bezette avond en we hebben een leuke headliner geboekt uit het buitenland, dus dat moet goed komen, denk ik. Laat me gokken, ene meneer Cox? Nee, dat is helaas nog niet haalbaar. Nee. We hebben Joey Beltram uit Amerika geboekt. Okay. Hele goede oude techno-pionier, dus dat... Dus dat wordt wel een hele happening? Dat wordt wel weer leuk, ja. Wat ik me nou nog afvroeg, wie is nou jouw voorbeeld in jouw vak? Waar kijk je nou erg tegen op dat je denkt, nou, als ik die toch benader, dan ben ik... Ja, blijf ik denk toch wel bij Carl Cox zitten, ja. Wat heeft hij wat jij nog niet hebt dan? De bekendheid natuurlijk. Veel grote boekingen. En, ja, maar dat... dat maar hij dat, draait dat komt natuurlijk omdat wel hij wat muziek mee, maakt. Dus wat is dan zijn verschil met muziek, met jouw verschil? Nou, het is denk ik ook al de persoon zelf. De uitstraling wat hij heeft. En, het is echt iemand die er staat en niet iemand die wat plaatjes kon draaien. Ja. Nee. Maar heb jij dat nog wel, dat gevoel voor jezelf? Dat je nou, ik kom meer plaatjes draaien dan... Nee, dat niet op zich. Ik probeer er wel een show van te maken. Het publiek krijg je wel los. Ja. Wat wil het publiek als je zo'n evenement organiseert? Wat is dat waar je... Het liefst zo snel mogelijk vol gas de beuk erin soms. Maar je moet toch een avond een beetje opbouwen, vind ik altijd. Ja. Hè? Als ben je na een uurtje ook weer klaar natuurlijk. Ja, ook dat. Ja. Dus het moet een beetje op en neer gaan. Ik wens je heel veel succes met je evenement. Informatie is waarschijnlijk wel te vinden op onze website. En anders bij de Dru. Prima, dankjewel. Dankjewel. Spannend voor vanavond, ja. De opening. Ja. Officiële opening is morgen vroeg, maar... Wat komt er allemaal zo'n beetje bij kijken? Wat maakt die spanning dan? Ja, het is 3 jaar voorbereiding. 3 jaar voorbereiding? 3 jaar voorbereiding. Waarom moet je 3 jaar voorbereiden? Ja, je moet op de landelijke agenda komen. Daar moet je toestemming voor krijgen. En dan moet je de inzenders nog krijgen. Maar dan moet je de hal hebben. Je kunt geen hal huren of je moet toestemming hebben. Ja.
Ja, en dan moet je daar weer afspraken over maken en dan moet je de inzenders hebben. Dus dat kost gewoon heel veel tijd? Dat kost echt heel veel tijd. Hoeveel bezoekers verwachten jullie? Ik verwacht rond de 1000 bezoekers. Gaat het een succes worden? Ja, dat is het al. Dat is het al? Ja, dat is het al. Hij hoeft de deur niet eens voor open. Kijk, als morgen de sneeuw valt, komt er niemand. Nou ja, dat zal wel meevallen, denk ik. Ja, cool. Ik wens jullie heel veel succes met de beurs. Wat verwachten jullie van de avond? We hopen ook weer op een, in ons geval ook uitverkocht huis. Dat is alle vijf de vorige keer ruimschoots gelukt. Ja. Dat verwachten we deze keer ook. Kaartverkoop gaat heel erg goed. Okay. Nog even kort, waar is het en wanneer is het en hoe laat moeten we er aanwezig zijn? 19 maart, zaal open vanaf 8 uur. Aanvang 8 uur in het badgebouw in Zevenaar. Ja. En de kaarten zijn te koop, ook in Zevenaar. 1 verkoopadres voor staat op de site. En die staat op de site. Wij zetten alle informatie op onze website. Het zit er weer op voor vandaag. Dankjewel dat jullie hier waren. Dankjewel dat jullie willen vertellen. Rest mij nog de winnaar bekend te maken voor de kaartjes van de allerliefste. En dat is de familie Wissink. Gefeliciteerd. Kijk voor meer informatie over deze onderwerpen van vandaag en over de kaartverkoop van het Zevenaar Trend Event even op onze website www.focus.tv. Bedankt voor het kijken en volgende week woensdag dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Fijn weekend en tot ziens. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door XL's en Koffie van Fred.